Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op InToolTrax. De enige echte natuurlijk. Nou, ik heb het jullie beloofd. Twee zeikvideo's met Marco, want het is niet mals. Dan zal ik je er maar eventjes bij vertellen alvast. Het gaat natuurlijk dus over Dans Macabre van de Efteling. Dat is in de volgende vlog is dat. We gaan het nu hebben over attractiepark Slagharen. Nou jongens, hou je pindanootjes, weet ik voor allemaal chippies, cola, maar weer tevoorschijn. Want we gaan het hebben over Afbraakpark Slagharen. Afbraakpark Slagharen, ik noem het geen attractiepark Slagharen meer, maar het is Afbraakpark Slagharen. Wat een verschrikkelijk park is dat. Echt waar. Ik heb jullie een jaar geleden ongeveer laten kennis maken met Afbraakpark Slagharen in een videootje. We zijn er toen een week geweest. Zonder van je geld. Maar goed, dat even tezijde. Het is verschrikkelijk, echt waar. Echt, het is verschrikkelijk. Het onderhoud daar is niet normaal. En wat hebben die dodo's nou weer uitgevonden? Ja, ze zeiden al van, ja, we willen een volmaakte, of een volwaardige dark ride willen we hebben. Een volwaardige dark ride in Slagharen. Want Slagharen heeft momenteel maar één dark ride en dat is de Wild West Avenger. Jullie weten het, de Wild West Avenger, ik heb dat toen ook gefilmd. Jullie zien nu als het goed is beelden ervan, als dat maar dat geluk nog eens een keertje is, want alles gaat fout tegenwoordig. Maar de Wild West Avenger, ja, hij gaat sluiten. Ze gaan hem dichtgooien. Het enige leuke attractie in Slagharen wat je hebt, of een van de leukste attracties in Slagharen, want je hebt niet veel, want de helft is dicht. Want gooien ze een paar attracties aan de ene kant gooien ze open, dan houden ze de andere dicht en later gaan de andere attracties open en dan gaan de attracties die open waren gaan dan weer dicht voor degene aan de andere kant. Ja, dat is een hele mooie tactiek is dat van Slagharen, mooie strategische tactiek, personeelstekort, weet ik veel allemaal, ellende allemaal. Maar je moet natuurlijk wel de volle map betalen, dat natuurlijk wel, want we willen natuurlijk wel geld vangen, we willen natuurlijk wel mensen de portemonnee leeg laten trekken, want zo zijn attractieparken tegenwoordig, hè. We hebben het al gezien afgelopen keren bij de Walibi Friday Nights. Nou, jullie weten mijn mening over Walibi. Ik vind het een verschrikkelijk pauperpark. Een park waar ik geen goed woord voor over heb. Ja, de melkkoe, hè? Halloween Friday Nights. Ze hebben het dit jaar weer heerlijk lopen uitmelken. Fantastisch. Hoe heet dat? Als kansloos park kan je maar één keer per jaar geld ontvangen. En dat is met de Friday Nights. En dat hebben ze ook weer lekker gedaan. Lekker veel kaartjes verkopen. Lekker veel mensen naar binnen lokken. Lekker dure prijzen doen. Lekker duur eten. Lekker duur extra kaartjes kopen. Voor in die spookhuizen te gaan. Afijn, wat is er gebeurd? Zoals elk jaar in dat ontiegelijke kansloze park. Daar in Flevoland. Ze hebben weer het zo duur gemaakt en ze hebben weer zoveel mensen toegelaten dat alle paden vastliepen. Iedereen zat vast, niemand kon meer normaal lopen. De paden waren helemaal bezet met mensen. Duwen, trekken, ruzie zoeken, want het is ook altijd in dat verschrikkelijke kansloze park. Op de parkeerplaats. In de wachtrij voor de achtbanen. Lekker kansloos allemaal. Maar in ieder geval, dat was in ieder geval Walibi. Maar er is tegenwoordig nogal
meer dingen mis in pretparkwereld. En ja, ik zal wel een heleboel mensen zal ik nu wel tegen me in het harnas jagen. Maar daar heb ik gewoon scheid aan. Want mensen hebben zich nooit echt bekommerd om iets Ultrax. Dus waarom zal ik dan mensen sparen daarmee? Het is gewoon kansloos hoe momenteel pretparkwereld in zijn werk zit. Hoe alles in elkaar zit. Het is gewoon kansloos. Je hebt één leuke dark ride. Er gaan heel veel mensen in. Of in ieder geval, ik ga er altijd in. Ik vind het altijd een enorm leuke attractie. Jullie hebben toen de laatste mening van mij gehoord. En dat was ja, dat ik het gewoon een hoe meer ik hem ging doen, hoe leuker ik hem vond. Ja, had er een paar spotjes in gehangen, want het is wel enorm donker daar zo. Je ziet echt helemaal geen ene reet, zie je. Bijna, want het is ontzettend donker daarbinnen. Ik heb één keer de werklamp aangehad. Toen kon ik even mooi alles filmen. Dat was wel echt wel ook wel weer heel even leuk. Was dat eventjes. Maar ze gaan hem nu dus dichtgooien. En ja, er is op Loopings is er verschenen. Ze gaan hem renoveren. Nou, denk je van, nou ja, oké, okay, het staat op Loopings, er wordt gerenoveerd. Nee, wat hoor je? Overal, ze gaan hem helemaal weghalen. Er komt weer een hele nieuwe attractie, komt er. Ze gaan hem helemaal slopen. Het hele gebouw gaat weg. Ja, op een gegeven moment weten we niet meer wat er nou wel en wat er nou niet gebeurt bij Slagharen. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik vind het in ieder geval kansloos vind ik het dat de Wild West Events weggaan. Ik vond het echt een ontzettend leuke dark ride. Alleen al dat ontiegelijke grappige liedje, dat vond ik wel echt ontzettend heel, ja, dat vond ik wel ontzettend leuk. Vond ik dat, ik wou zeggen ontzettend heel leuk. Ja, nou ja, ontzettend heel leuk is het dan. Maar ja, het is gewoon, ja, ik vind het gewoon kansloos, echt waar. Heb je een leuke dark ride? Ze willen een volwaardige dark ride. En dan gaan ze die dark ride gaan ze slopen. Laat dat ding dan staan en bouw dan gewoon ergens anders. Want ze hebben nog plek zat. Dus ze hebben pas een paar jaar terug hebben ze al die huisjes afgebroken. Nou, dat hebben ze inmiddels hebben ze dat bouwrijp gemaakt. Dat stond ook weer op Loopings. En zet daar dan ook een dark ride neer. Waarom moet daar nou weer gelijk een achtbaan komen? Een tweede achtbaan. Dat kan je doen, maar je hebt er ook nog wel een klein plekje over voor een leuke dark ride of zo. Je hebt er nog wel een gaatje over daar. Het is best een groot penseel. Er kan makkelijk nog een, nou, er passen makkelijk wel 2-3 dark rides in, denk ik. Maar goed, in ieder geval, ja, ik vind het helemaal niks, vind ik het. Hetzelfde als mijn volgende vlog. Dus ja, wil je nog eventjes verder luisteren naar Zeiken met Marco, dan of Zeiken met It's Ultrax, daar kan je er ook van maken. Kijk even mijn volgende video eventjes die binnenkort eraan komt. Want dan gaat, ja, dan is de Efteling aan de beurt, jongens. Nou, dan ga ik ook eens eventjes flink eventjes de bezem doorhalen. Want de Efteling is ook echt, echt, ik snap er echt helemaal niks van. Echt waar, ik heb echt zoiets van, waarom zou ik nog een abonnement nemen op een pretpark? Want ik vind het echt verschrikkelijk momenteel hoe er mee omgesprongen wordt. Maar goed, dat is in ieder geval, het is in ieder geval mijn mening, hè? Het is mijn mening. Er zullen wel een heleboel mensen zullen wel zeiken en ouwe hoeren en vinden dat ik ongelijk heb. Heb ik lak aan. We leven in Nederland. Ik heb een eigen mening daarover. Een ander heeft een andere mening daarover. Ja, jammer. Als je mening, ja, als mijn mening jou niet aanstaat, ja, maak het uit. Heb je pech gehad? Als het goed is, rechtsboven is er een kruisje. Klik daar lekker op en dan ben je er vanaf in ieder geval. Ik ga ook nog een podcast ga ik opnemen, dus ik ga niet te veel in op details. Maar de Wild West Adventure gaat dus weg en ik ben het daar niet mee eens. En ik ga nog een hele aparte podcast maken over het principe pretpark. Ja, momenteel. Het is momenteel nog 2022, eind 2022. Want we gaan
Ja, nog heel eventjes. En dan zitten we alweer in december, jongens. Het gaat heel hard. Dus ja, wil je mijn mening horen? Kijk dan de volgende vlog. Dat gaat over het spookslot en over Dans Macabre. En kijk ook even de podcast, want daar ga ik met Joost, ga ik daar als het goed is wat dieper in op de zaken. En ik ga die podcast lekker met Joost opnemen. En dan gaan we lekker discussiëren. We gaan eens even lekker babbelen. We gaan eventjes lekker sparren. Eventjes. We gaan eens even kijken wat Joost ervan vindt. Ik ga in ieder geval niet mijn mond houden daarin. Ik ga daar even flink van los. Ik ga het, mijn mening geven over bepaalde dingen. Zoals iedereen een mening heeft over Efteling, Walibi, Slagharen, Bobbejaanland, Disneyland Parijs. Heb ik ook een mening erover. En dan ga ik daarover verder. In ieder geval, dit was even de vlog. Wild West Adventure gaat dus weg. Kansloos. Jammer, Slagharen. Jullie slaan de plank ontzettend mis. En de volgende ronde is de Efteling aan de beurt. Nou, dat wordt ook weer lachen, gieren, brullen met Isoltrex. Dus blijf kijken in ieder geval. Ja, ik ga lekker even twee vlogs even lekker flink even los. Moet ook wel eens kunnen. Ik vind ook dat pretparken daar tegen moeten kunnen. Ze moeten ook een beetje kritiek kunnen ontvangen. Ik reageer ook wel eens op loopings. Reageer ik nog wel eens. Krijg ik af en toe wel eens hele rare reacties van mensen die het totaal niet zijn. Die totaal niet het ermee eens zijn. Ja, jammer jongen. Heb jij een andere mening? Is dat ook goed? Maar respecteer ook mijn mening. Zeg ik altijd in die Facebook-pagina's en weet ik veel waar je allemaal een reactie op kan sturen. In ieder geval zit ik meestal wel eens op Facebook, zit ik nog wel eens eventjes een beetje te trollen. Of nou, niet echt trollen, want het is gewoon een mening, is het gewoon mijn mening over bepaalde pretparken. En er zijn een heleboel mensen zijn er die het er niet mee eens zijn. Ja, jammer. Er zijn ook een heleboel YouTubers. Die doen altijd heel aardig over pretparken. Oh, Walibi is zo geweldig. Efteling is zo Slagharen. Efteling Slagharen. Geweldige parken. Nou, ik ben het er niet altijd mee eens. Maar meestal is het ook altijd zo. Omdat ze dan... dat moeten ze eigenlijk zeggen. Want als ze het niet zeggen, vallen ze buiten de boot. En ze moeten toch er eigenlijk een beetje in likken. Want anders krijgen ze geen gratis kaartjes en geen status en geen extra dingen en zo. Daar zijn YouTube-kanalen eigenlijk meer een beetje opgericht. Dat ze dat het een beetje zelf ingenomen is. Ik geef gewoon eerlijk mijn mening erover. Ik ben onafhankelijk. Ik heb geen banden met pretparken. Ik heb geen banden met de Efteling. Als ik de Efteling binnen ga, of ik ga Slagharen binnen, of ik ga Walibi binnen, of ik ga Bobbejaanland binnen, dan moet ik gewoon netjes als iedere andere bezoeker een kaartje kopen. En dan moet ik een kaartje kopen. En dan mag je geen kritiek hebben. Nou, dat mag best wel. We leven in een vrij land. In ieder geval, tot de volgende vlog in ieder geval. Dan gaan we weer lekker zeiken over het spookslot en over Dans Macabre. Ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Abonneer voor meer. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video's livestream is. En ik spreek jullie bij de volgende vlog. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.